Plus. Het is zondag 28 november 2004. De wedstrijd is FC Utrecht, De Graafschap. Trainer van De Graafschap, Gert Kruis. Utrechtser dan een broodje fokkingworst en een sprits, gearmd aan de Oude Gracht. Veelbelovende reserve bij Utrecht, Rick Kruis. Vader, zoon. Verslaggever Jan Rolfs werpt nog even een absurde hypothese op. Maar stel, 0-0, hij valt in, want hij zit op de bank, hè? Prachtige wreeftap in de kruising, jullie verliezen. Spring jij dan op van de bank of hoe gedraag jij je dan? Nou, het is niet te hopen, maar dan komt hij er vanavond niet in. Dan gaat hij maar bij zijn meisje eten. Dat is het leuke van voetbal. Je kunt erover praten, praten, praten. En dan 2 uur later gebeurt dit. Daar is Kruis. Kruis, het zou wel! Dit is niet waar! Dit is niet waar! Dit is niet waar! Dit is niet te geloven! Dit is een jongensboek! Dit is van alles! Komt zo'n snotneus erin en die maakt hem. Dat baal ik wel van. Alles aan Gert Kruis is Utrecht. Zijn geboorteplaats, zijn accent, zijn jeugd, het voetballen bij het Noordse Park met Ton de Kruik, de patatjes bij Henk van Rooyen, de bovenwoning aan de Schouw-Weteringstraat. Zijn vader ging al naar DOS. Samen gingen ze naar de FC, fusieclub aan het Herculesplein. Kruis was een handige nummer 10. Ideale aangever voor Willy Carbo. Op het middenveld werd hij in de rug gedekt door Adelaar en Wouters. In de Galgenwaard sprak men toen uitsluitend Utrechts. Meestal was Gert Kruis aan het woord. Praten, praten, praten. Niemand kon hem ooit de mond snoeren, zelfs in het veld niet. Alleen met een lekker paasje of een fijn schot kreeg hij zichzelf stil. Even dan. Kruis. Kruis. Oh, wat mooi. Wat mooi, Gert Kruis. Zijn talent overstemde zijn gebabbel. Een lange loopbaan was hem niet vergund. Op zijn 23e brak Kruis zijn been op de training. Hij keerde nog terug, scoorde een jaar later zelfs tegen Dynamo Kiev met zijn hoofd notabene. Inkoppen, jongen, het gaat die goal. Ingekopt door Gert Kruis. Maar een paar seizoenen later werd hij afgekeurd voor het spelen van betaald voetbal. Toen wist zelfs Gert Kruis even niet meer wat hij moest zeggen. Hij kon slechts denken aan wat zijn vader, een Indië-veteraan, op moeilijke momenten zei. Het is nooit zo donker of het wordt weer licht. Met praten over voetbal hield hij nooit op. Niet tegen zijn vrienden, niet tegen de teams die hij als coach onder zijn hoede kreeg. Blijf je kantje spelen, blijf je kantje, anders is je mijn toekomst. En niet tegen zijn zoon. Die liep waar hij gelopen had, die scoorde in het doel waarin hij gescoord had. En die ook jong het bijltje erbij neer moest gooien. Rick Kruis is inmiddels trainer in de Galgenwaard. En Gert spreekt er sponsors toe. En de luisteraars van de regionale radio. Wat er ook mogen gebeuren in Utrecht, het praten, praten, praten over voetbal stopt er nooit.